Hoi! Hoi, ik ben Roos en dit is Klonwel Niet Dan! Hier gaan wij testen of producten wel doen wat zij beloven. Want klopt er wel? Klonwel Niet Dan! En vandaag testen we de... Kut! Klonkit. En wat belooft hij te kunnen? Met de klonen kun je heel gemakkelijk een kopie maken van de uitwendige vorm van je vagina. Vulva, mag ik hopen. En blijkbaar is het een superleuk cadeau voor iemand met wie je close bent. Maar klopt dat allemaal wel? Of niet dan? Nou, wat hebben we allemaal? Gelukkig is er een superduidelijke instructievideo. Snijden die buitel met formpulver. Ik ga gewoon beginnen. En gieten in de bak. Dit is niet goed hoor. Ik heb echt elke stap gevolgd. Recht even kijken. En nu tegen je kut duwen. Oké, komt ie. Nou, hij is echt binnen 1 minuut hard geworden. That's what she said. Maar we gaan proberen. Oeh, er vallen allemaal brok op de grond. Printa in je kut. Printa op. Is dat tijd? Hey, collega's. Nou, op naar de laatste stap. Oké, nu dit erbij. Ja. En nu 24 uur wachten. En wat raden zij aan om te doen? Yeah. 24 hours later. Conclusie. Oh, dat is wel heel hard. Conclusie. Klopt er wel niet aan dat je met de kloon heel gemakkelijk je kut kan klonen. Nee, dat klopt niet. Oké, dag. Om echt waar te krijgen voor je belastinggeld, hier nog 3 super vette feitjes, gratis en voor niks. 85% van de Nederlandse vrouwen gebruikt sekspeeltjes. En meer dan de helft van de mannen geeft aan wel eens een vibrator of dildo te gebruiken. Je hebt in de Milieustraat vaak een aparte bak voor sekspeeltjes. Oké, bedankt voor het kijken. Hoi hoi!